Dzhafarov. En de Algerijn. Meridja 2. Onbekende judoka's op dit niveau van de competitie. Misschien kennen ze elkaar ook niet en kan wat een leuke open wedstrijd opleveren. Vooral die Algerijn is een... Heeft vandaag fantastisch gevochten. Hij heeft de Japaner uitgeschakeld. Heeft inderdaad Yukima Nakamura, de broer van Kenzo Nakamura, uitgeschakeld. En op een zeer mooie, zeer terechte wijze. En nadien de halve finale verloren, de kwartfinale tegen de Franse kamper hier. Ben Boudaoud. Met een lichte twijfel of dat dit wel terecht was. Maar er kan gezegd worden dat de Algerijnse ploeg verrast hier en dat ze zeker een hoog niveau hebben. Ja, je ziet ze al een tijdje komen, wel de Algerijnen. Ze zijn al een tijdje zo, ja, geen echte meelopers meer die na 10 seconden ergens in een hoek gegooid worden. Die tijd is voorbij. Er zijn trouwens niet veel kleine landen meer. En misschien komen ze op judogebied nog een beetje tekort, maar kwestie kampgeest zijn ze een voorbeeld. Je ziet, die gaat gewoon voor de score. Hij gaat niet te veel afwachten en gewoon achtergaan. Hij heeft nooit schrik van zijn tegenstander. Het is zo dat hij heeft kunnen winnen tegen de Japaner trouwens. Nu is hij wel een beetje een afwachtende kamp aan het maken. En een shido voor niet aanvallen. Dus hij zal al zijn agressiviteit gelaten hebben in de kamp tegen de Japaner. Als het nog eens zou kunnen ophalen. Dus de Rus met een Yuko en een Koka voor. En de Rus duidelijk de meest aanvallende en de beter op dit moment. En Kataguma Ippon. En een Ippon inderdaad voor Dzhafarov. Mooie Ippon. Een schouderrat. Maar het is toch een mooie dag geweest voor de Algerijn. Mooi gepresteerd. Maar zevende. Maar zevende. Een hele dag gekampt voor een zevende plaats. Nog één reeks halve finales hebben we te goed. En dan beginnen we aan de medaillekampen. Hier zie je die Kataguma of schouderrat onder de partner duiken, over de schouders draaien en op de rug gooien en Ippon. De man met de witte gordel wordt dus op de rug gegooid. Duikt er snel onder.